Past. Net als Martin Benning. Hij is lector nanobio van de Hogeschool Saxion uit Twente. En dat betekent Martin dat je je bezighoudt met minuscule deeltjes, ook met DNA. En juist bij Cold Cases kunnen DNA onderzoeken natuurlijk heel erg euh, nou, iets te werken voor een doorbraak zorgen. Maar jullie zijn juist bezig met een soort supersnelle DNA-test. Hoe zit dat? Ja, wat, wat we eigenlijk proberen te doen is zeg maar een, een device te ontwikkelen. Waarmee je geen DNA profiel, maar zeg maar DNA kan analyseren en niet in een lab, maar eigenlijk op het plaats de likt. Dus de rechercheur zelf daar op het likt. En hoe ja. werkt dat dan? Het idee is zeg maar dat je een spoor verzamelt, zoals je dat altijd doet en dat vervolgens in een dat heet dan een lab on a chip. Dat is een heel klein plastic plaatje, vergelijk een beetje een corona zelftest. Oh, die kennen we allemaal Precies. inmiddels. Ja. Daar doe je een heel klein stukje sample op en dan geeft hij met uh, een aantal lijntjes aan of er DNA in zit en of er bepaalde eigenschappen in zitten. En wat kun je dan bijvoorbeeld aflezen? Wat je kan aflezen is bijvoorbeeld of het, DNA wat, uh, of het sample DNA bevat en of dat van een man of van een vrouw is. Je kunt misschien iets zeggen over de geografische afkomst van iemand, maar wellicht ook wel andere uh, lichaamskenmerken die uiteindelijk indicatief zijn. In een zaak om te bepalen hoe je verder moet rechercheren. En wat en dan kan je daar dus ter plekke? Heb je er iets aan? Maar, maar kan dit dus ook echt al lukt dit? Nee, dit kan nog niet. Ik denk oh. dat het goed is om te zeggen dat <laughs> dit, dit, nou, dit is, is een, dit onder... is natuurlijk een nee, revolutie. <laughs> nee, dat is ook wel goed om even te noemen. Kijk, ik werk aan een hogeschool. Uh, wat wij doen is onderzoek. En dit is een voorstel wat wij nu hebben ingediend en waar we zeg maar wat voorwerk voor gedaan hebben. En we hopen zeg maar met het onderzoek uiteindelijk over een jaar of vijf à tien zeg maar dit te realiseren. Maar ziet het er hoopvol uit? Want, hè, want jullie zijn natuurlijk al wel mee begonnen. Ja, het zit er zeker wel hoopvol uit. Uh, we kijken al naar lab-on-a-chip devices in hele andere toepassingsgebieden. Dan moet je met name denken in het medische domein, waar je zeg maar op basis van bloedanalyse heel snel kan bepalen of iemand een ziekte heeft. Uh, dus die basistechnologie is er allemaal al. We moeten het nu alleen nog even vertalen richting het forensisch domein. Ja, en nou ja, over een jaar of vijf à tien zouden we dan pas weer meer weten. Dat hierover. is zeker de hoop, ja. Dat is altijd afwachten, maar dat is wel wat, uh, wat we te luk, realiseren. En als het lukt, is het dan revolutionair? Als het lukt, is het zeker revolutionair. Kijk, de situatie nu is zodanig dat een regisseur ter plekke uh, sporen verzamelt. Vervolgens dat kan sturen naar een, naar een uh, laboratorium, zoals het, uh, het NFI, en dan vaak in een aantal dagen uiteindelijk een uitslag kan gaan krijgen. Dus daar zit behoorlijk veel tijd. Tussen het verzamelen van de sporen en uiteindelijk de uitslag. Kijk, als je nu zeg maar, een device hebt wat bijvoorbeeld binnen een 10, 15 minuten al een uitslag kan geven, kun je direct een volgende stap maken. terwijl je nog bezig bent op het plaatselijk. Dan de, weet je bijvoorbeeld al, nou, het was in ieder geval geen vrouw bijvoorbeeld. Pieter, precies, precies. De mogelijke dader waar in ieder geval dan DNA op dat moment van gevonden is. Ja, dus het helpt eigenlijk, het, het, is geen, het is richtinggevende informatie die je heel snel in staat stelt om zeg maar, een volgende stap te maken in een forensisch onderzoek. Ja, en gaan jullie hier volgens mij ook met de Politieacademie nog mee? mee aan de slag? Ja, zeker. Als we kijken naar het onderzoek is het enerzijds heel technisch. Dus dat gaat echt over het maken van het device. Maar daarnaast zit er ook een heel stuk implementatie. Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel gebruikt worden. en kunnen gebruikt worden door een forensisch regisseur. En dat zijn niet de enige partners die we aan boord hebben. We kijken ook naar bijvoorbeeld het NFI, want die heeft er natuurlijk ook een rol in. En uiteindelijk ook de rechterlijke macht, die die daar iets van moet gaan vinden. Ja, dus het duurt nog wel even wellicht. Maar het is ja. wel een heel serieus plan wat dat betreft. Het he? is een heel serieus plan, maar het moet zeker nog wel een aantal stappen gaan maken.